Nee, maar hij was nog even de duidelijking van André, maar hij is inderdaad het bedrijf, zijn klanten die leveren eigenlijk een soort kwaliteitseis aan hem aan. Dit is het geval hoe ik het begreep. Die leveren gewoon een eis van hey, dit soort testen moeten zijn gedaan. En bijvoorbeeld ik wil bepaalde verslaggeving van de kwaliteitsgarantie. En ik denk dat hij dat dan oplegt bij de producent. En dan vervolgens op dat vlak dus eigenlijk de kwaliteit kan garanderen. Maar hij neemt wel die verantwoordelijkheid tot zich op. Hij zegt wel, hij is wel de woordvoerder naar de klant natuurlijk. Van, ja, dit is de kwaliteitsgarantie. En hij vertelde ook van ja, het ligt heel erg aan de klant gewoon van wat die eist waar de garantie hebben. Sommigen die hebben gewoon een hele nauwkeurige verslaggeving nodig. Ja, ik weet het ook inderdaad niet precies, want het lijkt mij dat als jij je hebt gewoon een bepaalde standaard die je gewoon wil niet Okay. Hi. Yes, please. It was more. Ik hoor je heel slecht, weet je dat? En de FHI, wat is dat dan precies? Hallo? Ja, ja. Ja? Ja? Ja, nou ja, wij hebben het al eigenlijk, dus wij al en we zijn tevreden erover. Dus okay. Ik denk niet dat wij nog een andere partij nodig hebben. Ja, het gaat via mij en Paul Kolen. Ik hoor je heel slecht. Ik weet niet of het aan jou ligt of het aan mij ligt, dat weet ik niet. Maar ik mis een paar woordjes die ik dan zo. Ja. Allemaal wel interessante dingen dus. Ja, yes, tuurlijk. Ja hoor. Ja, je kan het doorsturen naar purchase@betronic.nl. Hoor je me? Ik heb wel een gelijk woord. Ja, oké. Ja, ik heb wel een woord inderdaad. Ja, dat is al een begin. Ja, nee, dat is